Hallo en welkom. Mijn naam is Eduard de Boer. In deze instructievideo wil ik je laten zien hoe je een bedrijf toevoegt op lokaaltotaal.nl. Het bedrijf dat ik toevoeg is een tandartsenpraktijk uit Culemborg en die heet ook Tandartsenpraktijk Culemborg. Dus ik ga eerst kijken of die al een vermelding heeft. Zoals je ziet is er slechts één tandartsvermelding in Culemborg, dus ga ik het bedrijf toevoegen. En toen ga ik naar de homepagina en dan zie je linksonder de mogelijkheid om je vermelding aan te melden of te wijzigen. Nou, wij gaan een vermelding aanmaken, dus een bedrijf aanmelden. Zoals altijd kopieer en plak ik de gegevens uit een spreadsheet. Dat werkt snel en voorkomt dat je fouten maakt. Om me niet te laten wachten terwijl ik de gegevens zit in te vullen of te kopiëren en te plakken uit de spreadsheet, heb ik de gegevens al even ingevuld. Dat kun je hier zien. Culemborg, tandartsenpraktijk Culemborg, branche tandartsen, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, website, contactpersoon en de overige gegevens. En als je die gegevens hebt ingevuld, klik je simpelweg op verstuur. En zoals je ziet, is dan je bedrijfsvermelding compleet gemaakt. Binnenkort zal er dan een mailtje komen met de mededeling dat het bedrijf vermeld staat. Meld jouw bedrijf ook aan op lokaaltotaal.nl. Zoals je ziet, het is echt binnen 1-2 minuten geregeld. En zo heb je er weer een waardevolle bedrijfsvermelding bij. Succes!